Bij de Partij van de Arbeid telt ieder kind. En daarom maken wij ons al heel lang zorgen over hele jonge kinderen die alcohol en drugs gebruiken. De afgelopen jaren hebben we maatregelen genomen, strenge regels, maar ook preventie, voorkomen van problemen. Maar wat doet dit kabinet? Die bezuinigt de hele preventie weg. Dat betekent dat ouders niet meer geholpen kunnen worden om hun kinderen in toom te houden, dat ze niet meer drinken, geen alcohol of drugs gebruiken. Maar dat geldt ook voor de kinderen zelf. En het erge daaraan is dat we weten dat de belangrijkste reden voor schooluitval is het gebruik van genotsmiddelen. Dus we moeten dat tegengaan. En daar blijf ik voor vechten en daarom zal ik een alternatief plan indienen. Want ieder kind telt mee en niemand mag uitvallen.